Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 2 maart. Het is erg wisselvallig weer, buien vallen er, afgewisseld met felle opklaringen. En dat komt allemaal door een lage drukgebied. De kern van dat lage drukgebied ligt momenteel boven Groot-Brittannië en tolt de komende dagen zo'n beetje boven de Noordzee, over Duitsland en over Scandinavië. En daardoor blijft het weerbeeld ook wisselvallig. Er vallen dus diverse buien en dat is op de radar ook goed te zien. Dit is het radarbeeld van vanmiddag kwart over twee en dan zien we verspreid over het land een aantal buien. En soms zitten daar een paar stevige buien tussen. Hagel en onweer is ook mogelijk en ook vanavond zal dat nog niet echt gaan veranderen. Temperatuur die daalt vanavond naar zo'n drie tot vijf graden en er vallen dus een aantal buien. De wind die is overwegend matig gaat een zuidwest tot noordwestelijke richting. Aan zee kan de wind nog af en toe vrij krachtig zijn. Vannacht daalt het kwik verder in het oosten tot rond het vriespunt. En als er dan nog wat winterse buien vallen, dan zou het misschien hier en daar nog een beetje wit kunnen worden. In ieder geval is er kans op gladheid. De wind die draait naar het noordwesten en ook morgen overdag hebben we dan te maken met een west- tot noordwestelijke wind die matig is. In de ochtend valt er nog wat winterse neerslag en mogelijk is het dan nog even glad. In de middag zijn het vooral toch regenbuien en misschien zit er ook nog een klap onweer tussen. De temperatuur ligt dan tussen de 5 en de 7 graden. En ook vrijdag en in het weekend is het erg wisselvallig. Vrijdagochtend valt er misschien wel enige tijd wat sneeuw in het zuidwesten en midden van het land. Maar die sneeuw gaat dan wel over in regen. Smiddags dus wordt het zo'n 4 graden. En in het weekend temperaturen rond de 6 graden. En ook dan blijft het nog wisselvallig. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.